you. And now, ladies and gentlemen, I have a very, very good friend in Belgium. From Belgium, and now from heaven. Mr. Tony Corsari! Ik reis dan langs in verre streken, goed mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om heel het meisjes te vergaren, studeerde ik wel 20 jaren, 18 uur per dag. Ik ging van Brussel naar Amerika, van Amsterdam tot in Zuid-Afrika. Maar op een keer zegt mijn heer, zegs gezeerd ik schreef. Maar ik had graag een antwoord op mijn dag allemaal. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zegt men waarom? Is niet fijn die uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat de vruchtjes zonder pit gewoon een geen beetje zit. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zegt men waarom? Ach, het zouden altijd alle mensen dus verblijden als men zeggen kon. Waarom in Nederland? Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zijn mij waarom? Is dit fijn te expliceren, omdat mensen pretenderen dat een vruchtje zonder pit er tabituut geen beetje zit? Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Als het zou mij adviseren, als u mij kon expliceren, als men zeggen kon, waarom in Frankrijk? Pourquoi le petit banan faut-il comme ça? Pourquoi dis-moi pourquoi? Je voudrais que tu m'expliques cette fête excentrique parce qu'il n'y a pas de sous dans ce petit marché-là. Pourquoi les petits malins font-ils comme ça? Pourquoi, dis-moi, pourquoi? Je vous le demande sans rire, si personne peut me dire pourquoi, pourquoi, pourquoi en England. Little Bennett is so shy. Why, please tell me why. Do you know that somebody is that somebody is agreeing? Mr. Churchill says, Joe, the Bennett are good for you. Why? Our little Bennett is so shy. Why, please tell me why. Do you know a better thing than Bennett with Grimberding? Why in Duitsland? Waarom zijn die bananen groen? Waarom zijn meer waarom? Onze Führer mag te vragen waarom niemand dat kan zeggen voor die Reich. Is dat zo'n grote zwijnerij? Waarom zijn die bananen groen? Waarom zijn meer waarom? Om de kriegen te vergessen, wist meer niemand aan het fressen. Waarom daarom? Ach, doe allemaal! Waarom zijn die banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Is dit feitje uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat een vruchtje zonder pit gewoon er geen pintje zit. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Ach, het zou ten alle tijden alle mensen eens verblijden als men zeggen kon waarom.
Thank you very much.